Het volgende programmaonderdeel draagt een meer wetenschappelijk karakter. Je kunt de stoelriemen nu wel vastmaken. Ik heb daarvoor ook het aanschouwelijk voorbeeld daar opgehangen. Dan kunt u aan de hand daar van het diagram daar volgen waar het ongeveer over gaat. Ik moet u ook vragen met mij terug te keren in gedachten voor zover mogelijk naar die barre winter van 44 op 45. Hè, toen het westen des lands gebukt ging onder honger, code en terreur. En de oude beproefde medewerkers van het tijdschrift Denksport zijn met weleens bovenmenselijke inspanning. Toch een groot aantal puzzels, problemen en kruiswoordraadsels wisten samen te stellen. Toen werd ik dus geboren in die winter. Het was in de hongerwinter. Geruchten als dat ik uit de schutting zou zijn gezaagd. Zijn in zoverre waar dat ook dat in de hongerwinter geschiedde op 24 november 1944 s'avonds om 8:30. Ik vergeet het nooit. Buiten de mof die op teutoonse wijze zijn woede koelde over de hen verloren oorlog. Binnen al die Nederlanders die bij het schijnsel een karbietlamp in hun broek zaten te schijten. Of zo men van de honger geen ontlasting had, wat regelmatig voorkwam in die dagen. Gebeden op zonder namens alle God die naar later is komen vast te staan. Ook al fout was in de oorlog en derhalve niet ontvankelijk voor die gebeden. Oh, het waren barre tijden die niet naliet hun stempel te drukken op diegenen die er in de wereld kwamen. Een hele generatie is erdoor getekend, zowel naar lichaam als naar geest. Tal van mijn leeftijdsgenoten vielen ter prooi in de rachitis, oftewel de Engelse ziekte onder mij door kalkgebrek. Hoge ruggen, kippenborsten en kromme benen van zowel het X als het O-type floreerden hevig in die dagen. In mijn geval uitte de kalktekort zich in een slecht gebit. Aanvankelijk nog niet, want daar heb je nog geen tanden. Maar met het melkgebit was het beneden al stevig mis om van het blijvende gebit maar te zwijgen. Maar een van mijn eerste herinneringen is dan ook wel aan de tandarts. Ik zie mezelf nog in mijn pyjama huilend van de kiespijn. S'avonds laat of s'nachts was het wel pikdonker. Op handen en voeten, dan ben je klein hoor als je zo loopt. Die trap opkluiten. Die tantes die ergens heel hoog in dat trap gehad met een diabolische grijns op zijn gelaat. Mijn handen wrijvend stond op te wachten. Kom maar boven, kom maar. Mijn ouders achter me aan, die snijden de terugweg af. En ik maar roepen heb die lange tocht naar boven. Geen spuitje. Nou, die specifieke angst ben ik in mijn latere leven dus geheel te boven gekomen. Maar mijn afkeer voor de tandarts die bleef en die nam oud-testamentische vorm aan, kan het niet anders zeggen. Het verschijnsel dat hij mede debetter moet worden geacht, zo het er niet geheel verantwoordelijk voor was, was de zogenaamde schooltandarts, die in de jaren dat ik de lagere school bezocht en waar schrikbewind uit oefende. In ons geval is de oude tong van de jaren 60, die twee brillen over elkaar heen droeg en in alles boorde, behalve de kiesbehandeling, ver. Je tong, je tandvlees, je gehemelte, niks was veilig bij dat wijf dat ik uit de grond van mijn hart lidde haat. Het was een bezoeking die ieder half jaar over je hoofd werd afgeroepen in het kader van de nationale strijd tegen het tandbederf. Als ik alleen die assistenten, overigens een interessant type hoor, zwaar opgemaakt en als een de eerste voorzien van plastic oorknoppen, als ik die alleen al met die kaarten van een eigenaardig zuurstokachtig rond, zodat je van huis uit nooit met de tandarts in verband zou hebben gebracht, over die gang zou scharrelen op school, bij oom mannen werd ik bevangen door een wilde paniek. Dan wilde ik vluchten zo ver mogelijk van school en school dan toch vandaan. Ja, want dan wist je dat je onherroepelijk aan de beurt zou komen. Oh, dat wijf valt bij iedere keer van 70 graden. Ik had een slecht gebit, 5, 6 gaten waren niks meer bij. Die deze dan in één keer. Dan kwam een paar kilo zwaarder in die klas terug. Je kiest ervoor met amalgaam of een of ander vergif waar je vorig jaar nog volop kanker van kon krijgen. Dit jaar weet ik nog niet. We zijn net begonnen, dus de kankercijfers zijn nou natuurlijk nog niet binnen. Maar dat werd toen in ieder geval zonder enige reserve gebruikt. Ja, gelukkig pleurde die vullingen daarna verloop van tijd allemaal weer uit. Zo goed verstond dat wijf te vak, maar ondertussen was ik toch maar ieder half jaar de lul. Dan had ik vriendjes die hadden een kruis over hun kaart. Die hoefde niet naar de schooltandarts. Oh, wat heb ik mijn moeder gesoebeld en gesmeekt om ook zo'n kruis over elkaar te krijgen. Maar mijn moeder gaf geen krimp, die vond het wel makkelijk zo. Anders gaat hij helemaal niet zoals we al gedacht hebben, waarschijnlijk niet voor niks. Maar zij realiseerde zich toch niet waartoe ze mij veroordeelde. Een leidens weg. Boorden met verdoving. Kom ik, dat was er in die tijd niet bij. Althans niet bij dat wijf. Je kan wel zien dat jij de oorlog niet hebt meegemaakt. Het enige wat je te horen kreeg, zat altijd te sterven van de pijn. Behalve aan de persoon van de schooltandarts lag dat ook in de apparatuur die ze gebruikte. Goed, een trapboor was het niet, maar het scheelde verrot weinig. Je kon hem zo met een blote oog die boor zo heel onregelmatig zo zo in de rond te zien rijden. Nu hadden zijn gevallen bekend waarin die boor stil bleef staan en die stoel zo in de rond te geven. En die boor die was natuurlijk 10 omwentelingen al bloedheet, daar brandde ze nog stevig je bek een paar keer mee. Want ondanks de twee brillen die ze droeg, verrichtte zij haar beulswerk volledig in de blind. Had ze verder nog de beschikking over zo'n soort van watersproeier, die ook wel bij de kapper zag gebruikt om het haar mee te bevochten. Nat maken? Ja, maak maar nat. Zo'n knijpding. En dat puntje bij paaltje hanteerde ze nog een of ander persluchtpistool om het laatste puin mee te rijden. Moest je nagaan. Eerst met die roodgloeiende boor steeds dieper en dieper en dieper en dieper en dieper. En tot ze de bodem raakte. Ah!
En dan lag die zenuw lekker bloot en dan een beetje met die water. Oh, en dan puntje bij water en dan eens een keer met die blaas bij. Oh, wat heb ik gelezen, hè? Wat heb ik gelezen? Het was een middeleeuwse marteling. Waaraan je ieder half jaar moest onderwerpen. Voor je eigen best wil uiteraard, moest onderwerpen. Deze tandheelkundige leidersweg van mij, die nu nog eens werd verheven toen ik op mijn tiende een beugeltje moest gaan dragen. Met de daaraan verbonden maandelijkse visites aan onze eigen tandarts, die dan misschien wel geen twee brillen over elkaar in doet, maar die wel verschrikkelijk uit zijn asem stond. Maar leidde tot mijn rotsvaste besluit om, zodra ik het zelf voor het zeggen zou hebben, nooit meer één voet bij de tandarts te zetten. Nou, dat heb ik heel lang volgehouden. De in die tijd optredende kiespijnen behandelde ik zelf het, met alle daartoe ten dienste staande middelen in de ruimste zin van het woord. Ik kan ervan wel een idee geven, we gaan er weer uit van de meest acute variant van kies, maar die waarin de kies hol is en de zenuw toegankelijk. In lichte gevallen kan je dan met een wasje met alcohol op wonderen verrichten. Je moet er dan alleen op letten dat je de juiste alcohol gebruikt, die welke geschikt is voor inwendig gebruiken. Of dat nou die van 70 of van 90% is, dat wil ik even afwezen, maar dat merk je snel genoeg. Dan zijn de kiespijnen uit de midden tot hogere middenklasse nog steeds bij hondenkies een toegankelijke zenuw. Kan je vaak baat vinden bij de zogenaamde kiespijnwasjes, die veelal in Chinese toko's in wonen of verblijfplaats verkrijgbaar zijn. Het werkzame bestanddeel in deze is kruidnagelolie. En in primitievere beschavingen zie jij dan ook wel dat er een recht op een edele kruidnagel in de pijnlijke kies wordt vastgebeten. Worden wij echter geplaagd door een waarlijk grote kiespijn, zo even bij je kop het liefst dwars door de muur in zou rammen, om er vervolgens af te haken. Zo zuigende, niets ontziende, vlijmende, tot vlagen van acute waanzin leidende pijn, dan dienen rigoureuze de bestrijdingsmaatregelen te worden genomen. In die gevallen kan ik u uit eigen ervaring nog steeds bij hondenkies een toegankelijke zenuw een watje gedrenkt in de tabasco warm aanbevelen. Dan zie je zo'n zenuw in jaren niet meer terug. En dan neem je het korte ongief van een beetje rookontwikkeling, als je dat watje erin duwt, namelijk gaarne op de koop toe. Natuurlijk kan het voorkomen dat de kies niet hol is, de zenuw niet toegankelijk, en dat je toch loopt te sterven van de kiespijn. Wat dan te doen? In die gevallen zal men geneigd zijn alles te slikken, snuiven, roken of spuiten, waar maar enige lijk pijnstillende werking van verwacht mag worden. Het gevaar van overdosering is daarbij zeker niet denkbeeldig. In het uiterste geval voeren tot een voortijdig graf, waarin men met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid langdurig van kiespijn blijft verlost. Al wil ik persoonlijk de mogelijkheid van kiespijn na de dood zeker niet uitsluiten. Ik weet niet of u wel eens in Friesland komt. Nee, ja, moet je er ook doen. Mocht u er nog eens komen, verzuim dan niet even langs Wiewer te gaan. En dan in de kerk onder de preekstoel, trappetje of deurtje door, even die muggen wegjagen, kss, kss. Zie je 5 mummies liggen. Ook even zo lullig erbij. Kijk maar na. Kom je doen? Je had toch over mij? Ja, nee man, ik had er niet over. Oh, neem me niet aan. Nee, nee. Je bent geen mummie, ja. Nee, nee. Maar die roos met die grote lul nou dood is gegaan, daar staat er niet bij. Maar twee kistjes verderop ligt er een, daar staat een karretje bij. Die is 100 jaren geleden de moord gestoken aan de gevolgen van een kaakabses. Tot met een minimum aan fantasie toch te zien als iets wat uit de klauwen gelopen kiespijn nu maar. En naar Smans gelaatsuitdrukking te oordelen, ligt hij nog steeds te sterven van de pijn. In de wereld van de kiespijn is alles mogelijk. De enige zekerheid die je hebt is de kiespijn zelf. Er zijn kiespijnen bij, waartegen geen kruid gewassen blijft. Die met elke maatregel die je ter bestrijding mag nemen alleen maar erger worden. En nog erger, 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 en nog erger. Oh, tot ze uiteindelijk zo ondraaglijk zijn geworden dat je in een vlaag van verstandsverwijzing zelf naar de nijptoon grijpt. Om vervolgens te ontdekken dat zo'n kies op die momenten dan altijd afbreekt. Ik overdrijf niet, het is uit het leven eens kiespijnbestrijders gegrepen. Wat de mens niet bereid is om te doorstaan om maar niet naar de tandarts te hoeven, grenst aan het ongelooflijke. En want dat staat natuurlijk van tevoren vast, wat er ook gebeuren mag, je gaat niet naar de tandarts. Dat elke mogelijk bij de tandarts te lijden pijn volkomen in het niet zien bij de folteringen die je moet doorstaan wanneer je niet gaat, is daarbij geen argument. Kiespijnbestrijden doe je zelf en in de gedachtenwereld van een kiespijnbestrijder komt de tandarts helemaal niet voor. Edoch, zoals ik al zei, de helde kiespijnheid is niets absoluut. Zo weer ik eens geteisterd door de tot nu toe vreselijkste kiespijn uit mijn lange carrière van kiespijnbestrijding. Ik kon erop duwen wat ik wilde, niks hielp, het werd alleen maar erger. Mijn wang zwol op tot monstrueuze proporties. Als ik liep moest ik hem in mijn klauw houden, anders pleurde ik hem ver. Ik had zoveel saridon en aanverwante artikelen geslikt, dat mijn hart uiteindelijk nog maar 2 keer per uur sloeg. Dan deed ik een stap, moest ik een half uur wachten, kon mijn andere been pas bij, dat schoot niet op zo. Als ik ging zeiken, dreigde ik door uit de pot opstijgende walmen te worden bedwelmd. Per nis was er niks bij. En een pijn, oh, ik werd er hartstikke stapelkrankzinnig van. Op laatst leek zelfs zelfmoord mij, als bestrijdingsmaatregel, wel de moeite van het proberen waard. Waar ga je heen in zo'n gemoedstoestand? Naar je moeder. Ik dus ook.
op de verjaardag, dus dat was een leuke verrassing. Ik stond er voor die deur met die wang in mijn hand, ik bel aan, ze doet open en zegt, wat is er nou met jou aan de hand? Alsof dat nog niet duidelijk genoeg was. Ik barstte prompt in snik uit, ik was in de pijn zo murfgebeukt, ik voelde mij niet meer tot enig verzet in staat. Ik zei tegen mijn moeder, ik zei, maar er moet wat gebeuren, ik kan me niet verrotten, want je zoekt het maar uit. Ik legde mijn lot in mijn moeders hand. Die belde natuurlijk ogenblikkelijk haar tandarts. Ik had degene, ik was al 20 jaar niet bij de tandarts geweest. Ik was dus niet gesaneerd. Maar dat was geen probleem, ik kon gelijk komen. En ik ging, niet te rijden vrije wil, ik had niks meer te willen. Ik werd gestuurd door mijn moeder, net als in de dagen van die schooltandarts. Ik kom bij die man, die hoefde ik niks meer uit te leggen. Eén blik was voldoende. Nog voor ik zat, had ik al 4 verdovingen te pakken. En die man die trok er vervolgens bij mij op rij 3 knijters van kies uit. Nou, het etter zal tegen het plafond. Ik zal nooit het gezicht van die assistente vergeten die zo leergierig over mij heen gebogen stond. Baas! En die tante schudde voorbij zijn zoon en zei, joh, hoe heb je het zo ver kunnen laten komen? En ik stond er weer bij die deur, met die wang nog steeds in mijn hand. Ik zei, ja goed hè, leuk. Ik terug naar het huis van mijn moeder, pas halverwege drong het in volle omvang tot mij door. Het ondenkbare was geschied. Ik was naar de tandarts geweest. Niet dat het verder wat hielp. In de jaren die volgden verviel mijn gebit gestadig voor. Dan brak er hier wat af, dan pleurde er daar wat uit. Ik lag er niet wakker van. En zolang ik geen kiesman had, kon me niet verrotten van mij. Ik pleurde alles eruit. Dan was ik er niet zo vanaf. Ja, en dan een kunstgebied. Ach, zo vaart zou het wel niet lopen. Zolang de schade tot mijn kiezen bleef beperkt en niemand wat zag, wat moest hij bij de tand? Dus je moest geslapen de honden wakker maken. Goed, ik had een kerkhof in mijn mond, maar met de kerkhof viel best te leven. Ik trachtte dus op alle mogelijke manieren de wankele status quo in mijn mond te handhaven. Het was een zorgelijke tijd, dat wil ik wel toegeven. De fles met tabasco stond in mijn binnenhandbereik. Maar het lukte mij toch heel aardig totdat op zekere dag zonder enige waarschuwing was er ineens mijn ene voortand afbrak. Hier deze, die linkse, of die rechtse, voor ieders links, voor mij hier. Nou, lag ik ook nog niet wakker van, je had tenslotte 2. En het bederf moest ergens zichtbaar zijn, argumenteerde ik met mezelf. Dus ik trok daar niet de consequenties uit om naar de tandarts te gaan. Nee, sterker nog, hoe meer mensen mij aanraden iets aan mijn tanden te laten doen, hoe vast besloten ik werd het op zijn beloop te laten. Toen volgde er een periode, een hele boeiende periode was dat, dat wortelresten van eerlang weggevreten tandenkiezen begonnen op te spelen. Dan werd ik weer wakker, had ik weer zo'n dikke bek, zeg. Ik grossierde in de obsessie in die tijd. En dan had ik mijn vriendenarts die voorzag mij dan van penicilline. Terwijl ik door het nemen van kokentee te baden probeerde om het moment van barsten van het gezwaal te bespoedigen. Kijk, want waar je binnen een uur of 2 uur met zo'n dikke bek kon zitten, duurde het minstens een week. Hier die weer zoveel was geslonken, dat je weer met goed fatsoen in de openbaarheid kon begeven. En dat begon pas te slinken als het gezwel in kwestie was een gebarsten. Dus was het zaak om dat zo spoedig mogelijk te laten plaatsvinden. Begrijpt u wel? Nee, ik zou zeggen, kweek een obsessie, hè? Je gaat in een kokend heet bad zitten, maar dan zo heet dat je zo rood als je kreeft in zit. Dan zal je merken dat het werkt, dan voel je in je mond klop, 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 bats! Het werkt raar niet. Ondertussen raakte de algehele gebitsrevisie steeds meer in de mode. De kronen en de bruggen vlogen je links en rechts om je oren. Vrienden en kennissen gingen steeds grotere getalen voor de bijl. Ze moesten maar doen wat ze niet laten konden. Zolang ze in mijn nabijheid maar niet over de vermeend humanitaire behandelingsmethode van een onderscheidende tandarts gingen zitten, oude teringhoeren. Want ik kon dit toevallig helemaal niet tegen, hè. Niet alleen scheet ik in mijn broek voor de tandarts. Ik zou hem ook nooit niet kunnen betalen. Daar was ik al te ver voorheen. Het was natuurlijk een argument dat met het verstrijken van de tijd daar geldigheid won. Dan is er een oudgezegde dat zegt dat elke bevalling een tand kost. In mijn geval volkomen waar. Want toen ik moest bevallen van mijn dochter, werd ik die nacht ervoor besprongen door een vreselijke kiespijn waar ik met tandpijn aanval. In de let op die naam, in de oogtand, rechts voor u dus links, naast de 1 afgebroken voortand. Die kiezen daar waren ze dus allemaal weg. Hier, de 1 afgebroken. Hier. En ik kon die tabasco nergens kwijt, want er zag geen gat in. Het kwam van binnen uit een helse pijn. Dus ik dacht, de ruimte met dat krengen, radicale beslijtingen om Gubbels even aan te halen. Ik blader in dat telefoonboek, zeg, uiteindelijk een obscure tandarts in IJsselmonde bereid om ermee te behandelen. Toen heb ik ook gelijk ontdekt waarom dat een oogtand heet. Want na mij afdoende te hebben gedrogeerd, nam die tandarts die tand in die tang, gaf het een druk aan, hij draaide hem een kwartslag en trok hem er toen zo verder uit. En toen voelde ik heel duidelijk hier uit mijn ooghoek wat vertrekken. Ja. Dan lach je op, zou zeggen, ga naar de tandarts, laat je oogtand trekken, zou ik merken. En dat was geen wonder, want die tandarts liet mij de tand in kwestie zien. Dat was met wortelen al zo'n knijter. Het was net een ijsberg, 1/10 zie je, 1/19 zit eronder. Aan het eind van die wortel zat een venijnige weerraak vandaar die kwartslag dat hij moest draaien. Want zo'n tandarts die weet dan, of vermoedt dan in ieder geval, hoe zo'n tand in je kaak zit. Althans, dat hoop je dan maar. Ik was blij dat ik het kreng kwijt was, zeg. Al begon er nu zo langzamerhand, ter rechterzijde van mijn mond, voor u dus links, met die kiezen die er weg waren, en nou die oogstand weg en die halve voor de mond. Wat je zou kunnen noemen een substantieel gat te gapen, zo langzamerhand.
Maar voor mijn gevoel ging het nog net. Je kan van jezelf een hoop hebben natuurlijk. Maar veel gekker moest het toch niet worden. Een fijne genadeslag viel toen ik op zekere dag een krentenbolletje zat te eten. Met komijnenkaas, wat met die anderhalve tand die ik nog had een heel karwei was natuurlijk wel. En toen beet ik ineens op zo'n meegebakken steentje, zeg. Krak! Nou, dat was mijn tweede voortand. Zo, en toen keek ik in de spiegel, toen schrok ik me echt te pletteren. Helemaal niks meer met alleen twee van die hele kleine stompjes. Oh, dat was de druppel die zelfs mij en me deed overlopen. Nou, dat wou wat zeggen. En ik begon ook gelijk raar te slissen en te fluiten bij bepaalde klanten. Dus ik sta zo voor die spiegel en ik zeg tegen mezelf: nou, Delta, zo gaat het niet langer meer. Er moet nu wat gebeuren. Toen heb ik na een zware innerlijke strijd, let wel, besloten om mijn levensgezellin te vergezellen. Op haar halfjaarlijkse gang naar de tandarts voor een zuiver informatief consult. Wij kijken tegen zeer en ik ging er toch heen met het idee van, nou, misschien met een noodkroon op die ene tand kan ik misschien nog wel een paar jaar rekken. Zolang het ergste gat maar is gedicht. Maar dankzij energiek ingrijpen van die tandarts pakte dat er zo anders uit, ben ik dan de gelukkige bezitter van een geheel gereviseerd boven- en ondergebied, kronen, bruggen, the works. En ik zou liegen als ik zei dat wat gevoeld had. Wat boren met verdoving, behalve dan die prikken van die verdoving, hè? Want boren met verdoving is tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld. Trouwens, die hele tandarts heeft niks meer te maken met die schooltandarts van toen. Niemand bij zijn gezonde verstand die nou nog in die stoel van toen zou klimmen. Dan zou je zeggen, wat moet ik daarin? Ben je een beetje in de war of zoiets? Hè? Je ligt tegenwoordig helemaal achterover onder die hoofdgezond, een muziekje erbij. Die boor die gaat sneller dan het geluid, er komt gelijk allemaal cocaïne uit, weet ik wel. Dus niet meer te vergelijken. En die roos had mij te verstaan gegeven, als je wat voelt, steek je handen op. Nou, dat heb ik gedaan, geloof ik wel 10 keer. Paars, iedere keer had ik weer zo'n shot te pakken. Ik had op laatst een kop van hier tot Madagaskar. Dus ik liet mij op een gegeven moment zo'n stoot als een kruk achterover zakken. Onder die auto. Laat de boeren maar door, zijn ogen dicht, mond open. En ik liet het verder met een gerust hart aan die tandarts over. En er daalde een groot gevoel van vrede in mij neer. Want eindelijk, na 40 jaar, had ik mij van mijn angst voor de tandarts bevrijd en was voor mij de oorlog pas voorbij.